is een gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 17 januari 2024. En het is nu alweer 1:15 in de middag. Ja, kijk, hier heb je die daar. Ja, en daar heb je er nog een. En hier. Ja, en die willen heel graag naar buiten. Nou, zal ik dat maar even doen dan? Ja, dat ga ik maar even doen. En dan zijn hun ook weer blij en ik moet zo meteen weer lekker gezellig naar Rianne toe. Ja, dus gezellig. Dus dat gaan we ook lekker doen. En ik neem jullie gewoon gezellig weer mee naar Rianne toe. Dus ja, gisteren heb ik ook helemaal niet gevlogd, want ik was gewoon echt niet in orde weer. Gewoon echt eventjes een day, zeg maar. En gewoon op tijd naar bed. En nou ja, ik was al wel vroeg wakker, maar ik, ja, het was... een hele rare nacht, zeg maar. Maar maakt niet uit. Ik ben er weer. En ik ga weer lekker de vol tegenaan. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Weer lekker op en zorg ervoor dat het gewoon helemaal netjes wordt. Want het is zonde, het was zo goed. Ik ga nog heel even je tandvlees meten. Die donkergroene bummetjes had jij, hè? Een maatje. Want ik zie ook, zeg maar, er zit verder geen plak of zo. Dus je kan gewoon heel goed poetsen. Je weet alle hoekjes en dingetjes. Sorry. Het enige is dat je het weer even... Wacht even, kijk even mee. Ja, ga eens maar aan. Ik weet niet hoe en of er aan moet wijzen. Ja, oh ja, ik zie het. Die is zo vervelend. Ja, waar erg aan de kant. Na 3 uur komt het hier aan de finish, het laatste. Even spoelen. Dit is een brug. En dat is een brug, oké. Ja. En dit is dus eigenlijk 2 kronen met een neppert ertussen. Oké. En dan moeten we dus, dit zijn jouw foto's, zo. Het zijn toch mijn eigen gegevens, dus dat scheelt, ja. Ja, die kan je eruit halen, zou ik doen als ik jou had. Maar... Oh, nee hoor, waarom? Nee, nou, ik zou het niet zo snel op het internet zetten als ik jou was. Maar... Nee, ik bedoel qua foto's. Ja, maar als je, nou ja. voor een brug moet je dus hier ruimte maken en hier. Ja. En dan komt hier een neppe tussen. Mm-hmm. Een andere optie... is een implantaat. Een implantaat. Met een schroefje en een kroon erop. Ja. Kijk, dat is dit. Eigenlijk krijg je dan een kunstworteltje en daarop zit een kroon. Oké. En het voordeel daarvan is dat je niet allebei de tanden die ervoor en ernaast zitten hoeft aan te passen, zodat er iets overheen kan, omdat het echt alleen maar hierover gaat. Oké, en wat zou jij mij aanraden? Deze dus. Nou, eigenlijk is voor allebei wat te zeggen. Ja. Ik denk dat dit het mooiste is. Mm-hmm. Alleen is het wel heel belangrijk dat je mond dan goed schoon is. Mm-hmm. En dat het echt altijd goed schoon blijft. Ja, snap ik. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk.
Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen.